Deel 1. Instructie. Uw antwoorden bij de opdrachten in dit deel moeten kort zijn. Soms zijn enkele woorden al genoeg. Soms moet u één of twee zinnen zeggen. U hebt hier 20 seconden spreektijd. Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij een opdracht. Voor het bekijken van deze extra informatie krijgt u steeds 5 seconden de tijd. Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met spreken. Er volgt nu eerst een voorbeeld. Luister goed. U hoeft nog niet te spreken. Voorbeeld. U volgt een opleiding voor administratief medewerker. Tijdens de les kunt u de docent niet goed verstaan, omdat twee andere studenten steeds zitten te praten. Wat vraagt u aan uw medestudenten? U kunt hier iets zeggen als. Kunnen jullie even stil zijn? Dit was het voorbeeld. Dan begint nu de toets. U volgt een opleiding tot onderwijsassistent. U moet samen met een medestudent een opdracht over natuur bedenken voor basisschoolleerlingen van 9 en 10 jaar. Uw medestudent heeft twee ideeën. Kijk naar de plaatjes. Vertel uw medestudent wat u het beste idee vindt. Vertel ook waarom. U hoort eerst uw medestudent. Welke van deze ideeën vind jij het best? U volgt een cursus schilderen. U hebt materiaal besteld via internet. Kijk naar het plaatje. U hebt al een week geleden deze materialen besteld. U belt de internetwinkel. Vertel de medewerker waarom u belt. U hoort eerst de medewerker. Goedemorgen, waarmee kan ik u helpen? U werkt op een kantoor. Het wordt volgende maand erg druk. Uw chef stelt voor dat iedereen volgende maand elke dag een uur langer werkt. Vertel uw chef wat u van het idee vindt. Vertel ook waarom u dat vindt. U staat bij de bakker. Na u is een vrouw binnengekomen. De verkoopster vraagt wie er aan de beurt is. De vrouw zegt dat zij aan de beurt is. U bent het daar niet mee eens. Wat zegt u tegen de vrouw? U wilt een opleiding gaan volgen. U ziet een advertentie in de krant. Bekijk de informatie. Vertel waarom u wel of niet bij Edutel zou willen studeren. U bent badmeester, vandaag komt er een nieuwe collega. De collega vraagt wat hij moet doen. Kijk naar het plaatje. Leg aan uw collega uit wat hij moet doen. U hoort eerst uw collega. Waar moet ik mee beginnen? U volgt een opleiding tot dierverzorger. Een medestudente heeft een probleem. Volgende week moet ze een werkstuk inleveren, maar ze is een paar dagen ziek geweest. Geef uw medestudente advies. U hoort eerst uw medestudente. Ik ben het hele weekend ziek geweest. Hoe moet ik alles nu klaarkrijgen? Wat zou jij doen? U werkt in de keuken van een ziekenhuis. Vandaag komt er een stagiair. Kijk naar het plaatje. Luister naar uw stagiair en reageer. Wat moet ik doen vandaag? Deel 2 Instructie Bij de opdrachten in dit deel wordt van u een langer antwoord verwacht. U hebt hier 30 seconden spreektijd. Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij een opdracht. U moet deze informatie gebruiken bij het geven van uw antwoord. In dit deel krijgt u altijd 15 seconden de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met spreken. Er volgt nu eerst een voorbeeld. Luister goed. U hoeft nog niet te spreken. Voorbeeld. U werkt in de bejaardenverzorging. Vanochtend hebt u bij mevrouw Verspuy gewerkt. Een collega vraagt wat u vandaag bij haar gedaan hebt. Kijk naar de plaatjes. Wat vertelt u, uw collega? Uw antwoord bij deze opdracht zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Ik heb de wc schoongemaakt, verder heb ik de ramen gewassen en samen met mevrouw Verspuy koffie gedronken. Dat was het voorbeeld. Dan gaat de toets nu verder. U speelt mee in de loterij. U hebt 2000 euro gewonnen. U vertelt dit aan een goede vriend. Uw vriend vindt dat u het geld op een spaarrekening moet zetten, u bent het daar niet mee eens. Vertel uw vriend waarom u het niet met hem eens bent. Geef tenminste twee redenen. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Luister daarna naar uw vriend en reageer. Waarom wil je het geld niet op een spaarrekening zetten? U werkt in een kledingzaak. Komend weekend organiseert u een modeshow in de winkel. Er moet nog veel geregeld worden. Uw collega wil graag helpen. Vertel haar wat ze kan doen. Kijk naar uw aantekeningen. Vertel uw collega welke drie dingen ze kan doen. Luister naar uw collega en reageer. Wat een drukte, hè? Als je wilt, kan ik nog wel een paar dingen van je overnemen. U hebt een nieuw huis gekocht. U vindt het huis nog niet gezellig. Een vriend komt u helpen met inrichten. U hebt een aantal ideeën. Kijk naar de plaatjes. Vertel uw vriend wat hij kan doen. U moet daarbij alle plaatjes gebruiken. U hoort eerst uw vriend. Zeg het maar, wat moet ik doen? U volgt de opleiding bos- en natuurbeheer. Voor een stageopdracht moet u een wandeling verzorgen door het bos. U kunt kiezen tussen een wandeling voor kinderen van een basisschool en een wandeling voor volwassenen. Voor wie verzorgt u het liefst een wandeling door het bos? Geef tenminste twee redenen. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Begin na de pieptoon met spreken. U volgt een opleiding in de zorg. Binnenkort organiseert uw school een informatiedag voor nieuwe leerlingen. De school zoekt studenten die op deze dag willen helpen. U wilt het graag doen, maar u hebt nog een paar vragen. U praat met uw docent. Stel hem twee vragen over het helpen bij de informatiedag. U krijgt eerst de tijd om uw vragen voor te bereiden. Luister daarna naar uw docent en reageer. Goedemorgen. Wilde je iets vragen? Een kennis van u volgt een opleiding voor administratief medewerker. Hij moet binnenkort een richting kiezen, maar hij weet nog niet welke. Hij vraagt u om advies. Bekijk de informatie. Geef uw kennis advies. Vertel welke richting hij volgens u het best kan kiezen. Vertel ook waarom u dat vindt. U hoort eerst uw kennis. Wat denk jij? Welke richting kan ik het beste kiezen? U werkt als interieurstylist. U hebt een kledingwinkel opnieuw ingericht. De eigenaar van de winkel is erg tevreden met het resultaat. Uw baas vraagt hoe u deze klus hebt aangepakt. Kijk naar de plaatjes. Vertel uw baas hoe u de klus hebt aangepakt. U moet daarbij alle plaatjes gebruiken. U hoort eerst uw baas. Nou, de klant is erg tevreden. Hoe ben je precies aan het werk gegaan? In Nederland zijn kinderen steeds vaker te dik. Dit is een probleem, want dik zijn is slecht voor de gezondheid. Wat is volgens u de oorzaak van het probleem? En hoe moet het probleem volgens u worden opgelost? U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Begin na de pieptoon met spreken.